Even geen kaas en vleeswaren vandaag voor de medewerkers van de Spar, maar opnames van een heuse videoclip. De opkomende rapper Rayon en Furadi waren vandaag voor even ongetoverd tot vakkenvullers. En voorzagen een net opgenomen plaat van een videoclip. Ik schiet vanavond vandaag mijn eerste single, genaamd Fuck You. Het klinkt een beetje grof, maar de clip is totaal het tegenovergestelde. Wat gek is, wat gezellig. Furadi staat erop, die heeft me geassisteerd op het nummer. Dus ik heb er lekker zin in. Ja. En je bent in Weesp, in de Spar. Waarom hier? Ja, je ziet het, het is iets anders. In het nummer zijn we groot aan het praten. Lekker stoer en zo. Maar hier doen we gewoon geheel het tegenovergestelde. Hier ben ik aan het dromen van die luxe leven met al die dames en zo. En dan gebeuren de grappigste, gekste dingen hier aan Weesp vandaag. Dus. Ondanks de opnames van de rappers was de supermarkt vandaag gewoon open. Voor de medewerkers was het wel even wennen. Dus twee weken geleden hier een meneer geweest om in de winkel te kijken. En die vroeg of ze hier eventueel de clip mochten opnemen. En in overleg met hoofdkantoor van Spar hebben we dat goed gevonden. Ja. Nu heb je wel vaker de televisie over de vloer. Het is niet de eerste keer. Nee. Waarom is die winkel zo karakteristiek? Ik heb geen flauw idee waarom we zo in trek zijn bij de televisiemaatschappij. Maar dit is inderdaad al de derde keer in vrij korte tijd. De winkel staat een klein beetje op z'n kop, want ze lopen van hot naar her. Ja. Hebben het winkel het publiek er last van? Hebben jullie er last van? Of zeggen, nou, is toch hartstikke leuk? Nou, het is wel leuk, maar ze proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de klant. Dat die geen hinder van ondervinden. De rappers waren enkele uren aan het werk. De plaat en de clip komen over enkele weken op de markt. Oké, het refreintje gaat als volgt. Gezongen door mijn boy Furadi, die er nu nog niet is. Sorry dat ik zo dood ben, maar ik kan er niks aan doen. Niks aan doen, omdat ik op mijn money ben. Hadden ze de boy, fuck you. Ik zeg ze, fuck you, fuck you. Sorry voor het schelden. Maar niet uit, gezelligheid hierop. Het is maar een woordje.